sta hier in het Amsterdamse Rosarium bij de allernieuwste productlijnen van Acer. Touch overheers natuurlijk, een ultraboekachtige, maar dan voorzien van een uitstekend Amerikaans design die de producten er absoluut uit laten springen in de markt. En wat zien we hier? Een prachtige 10-inch format Iconia 15 tab. En Bart Jansen gaat ons daar wat over vertellen. Bart. Goedemiddag. Hallo. Dit is onze eerste Windows 8 tablet, de W15. W15 is op x86 techniek. Dus dat betekent eigenlijk dat jouw desktop applicaties die je hebt ook te gebruiken zijn op deze tablet. In dit geval is het eigenlijk een docking functionaliteit. Waardoor je eigenlijk verschillende scenario's die aansluiten bij je werkzaamheden kunnen gebruiken. De tablet is natuurlijk als standalone, als los product te gebruiken. Aha. Maar op het moment bij veel invoer is er ook de keuze om hem te klikken in het toetsenbord. En tevens is het product in te stellen als presentatiemodus. Ja, kun je hem even oppakken en laten zien hoe dat werkt? Nou, in eerste instantie heb je natuurlijk het losse device. Aha. Voorzien van Windows 8. Op het moment dat je redelijk veel invoer wil gaan doen, waardoor dat misschien qua touch niet prettig is, is dus de keuze te maken om hem simpel te docken in het systeem. Op dit moment kan je dus eigenlijk jouw invoer doen via het toetsenbord. Maar eigenlijk is het derde scenario wat je hebt, is dat je zegt van ik wil iets presenteren, waardoor eigenlijk het product 295 graden draaibaar is. Waarop je hem kan gebruiken om met twee handen met touch bezig te zijn of door simpelweg iets te presenteren. Ja, dat lijkt mij een uitstekende propositie, zeker voor de mensen die veel onderweg zijn. Komen ze ergens aan, hebben ze weer de volledige beschikking over een prima toetsenbord. Hartelijk dank voor de toelichting. Geen dank.